Arnold Biemond. De grote dag breekt aan. De première donderdagavond van een prachtige Sinterklaasfilm. Dan moet ik even gaan spieken. Sinterklaas en het gevaar in de pakjeskelder. Van jou en Luc Heukerot. Ja. Lang naartoe geleefd? Heel lang naartoe geleefd. We zijn in januari begonnen met de voorbereidingen voor onze film. In mei zijn we met de eerste filmdag van start gegaan. In totaal hebben we 15 dagen gefilmd. Heel veel werk gehad, heel veel voorbereiding gehad, maar een geweldig leuk project om te doen. Als je nagaat dat we dagen hadden dat we met 75 man op de set aanwezig waren, ook heel veel figuratie. Dus ik denk, ja, al met al zitten we 100 man in. Ja, en hoe heb je dat gefinancierd? We hebben heel veel sponsoren bereid gekregen om ons te helpen. Ja, het is natuurlijk een beetje nagelsbijten tijdens de première. Maar de grote stroom kijkers komt later, hè? Ja, dat komt later. Hij wordt natuurlijk uitgezonden op RTV Meppel. Wanneer? Vanaf 25 november als serie, dus in delen. We hebben de voorstellingen bij Studio Gala op Industrieterrein Noord in Meppel. Die zijn 20 en 27 november. Om 10 uur en om 2 uur. Nou, en hij komt nog op DVD, dus iedereen kan hem zien. Maar ik heb besloten om te stoppen met Sinterklaas te zijn. Maar de grote verrassing was de nominatie voor een landelijke verkiezing, hè? Vertel er eens wat over. Ja, de Gouden Pepernoot, daar waren wij ook door verrast. Een geweldige nominatie. Een landelijk iets is dat. Er zijn drie Sinterklaasfilms nog genomineerd, waar wij nog bij zitten. Wie zijn je concurrenten? Grote films. Benny Stout van Johan Nijenhuis. Het Raadsel van 5 december van Martijn van Nellestein. Dat zijn films met hele grote budgetten. Van? 5 ton, iets van 1 miljoen. Wij werken met een budget van ongeveer 20.000 euro. Dus we zijn enorm trots dat we daarbij zitten met z'n allen. Wanneer wordt het bekendgemaakt? Op 6 december is in Raamsdonk-Veer een grote show met entertainment, muziek, alles erop en eraan. En daar wordt verteld wie gewonnen heeft. Mensen in Meppel allemaal, omgeving, overal, iedereen is aan het stemmen op dit moment. Dat moet nog steeds gebeuren. Waar kunnen ze op stemmen? Ja, als je naar onze site gaat, www.sintfilm.nl, ja. Daar zit een link op, daar kun je stemmen op onze film. En daar, dat moet gewoon gebeuren, dus een oproep, iedereen stemmen op ons alsjeblieft. U zijn de creatieve mensen die alles filmisch voor elkaar hebben gekregen. En dan krijg je nog een nominatie ook. Vind je niet van verrassing uit je stoel, Maarten? Ja, absoluut. Een film maken in het eerste jaar dat je bezig bent, dat is helemaal te gek. Dat is al een droom op zich. En dan ook nog genomineerd worden en tegen twee, ja, gewoon dat zei het al, grote films moeten strijden. Dat is te gek natuurlijk, absoluut. Ja, het was een prachtig script. Maar die montage, dat hele flitsen, dat is natuurlijk topwerk. Hoeveel uur film had je tot je beschikking? Goed, goede vraag. Nou, we hebben iets van 800 gigabyte aan materiaal uiteindelijk. En ik, ja, even denken. Ik denk tientallen uren. Ik denk dat we zo een uurtje of 30 zullen wel hebben, toch? Ja. Ik heb er niet naar durven kijken ook eigenlijk, nee. Toch? Nee. Maar Wouter, hoeveel tijd gaat er dan in het monteren zitten? Wij hebben denk ik wel een anderhalve maand vol tijd alleen maar aan de film bezig geweest. Alles bij elkaar. Ja, alle special effects, al het monteren, alle geluid. Hoe ben je bij deze ruimte gekomen? Is het je aangeboden, Wouter? Nee, we hebben hier we zijn vanuit huis gestart. Mm-hmm. Mijn thuis op een klein kamertje. En dat schoot al snel tekort. We konden de camera's nog niet kwijt. Toen zijn we op zoek gegaan naar een klein kantoortje. En hier zat een magazijn bij. En dat hebben we helemaal omgebouwd tot studio. Ja. Het was een oud magazijn voor meubels. Tevreden tot nu toe? Ja, heel tevreden. Ik heb besloten om te stoppen met Sinterklaas te zijn.